is een beetje. Het is een beetje zo van dat ding wil alle kanten op. Ik zou zeggen, het moet lukken. Het moet lukken. Het moet lukken. Ja. Het was even spannend, maar het is allemaal goed gekomen en de schippers, of de boten die er al in lagen, de schippers daarvan, super bedankt. Want deze mensen waren dus wel heel vriendelijk om echt super rustig uit te varen, waardoor ik niet helemaal tegen de wand aangedrukt werd en dat soort zaken. Dus top. Ik leg hem gelijk goed op neer, dat ik morgen zo weg kan. Dat is de planning. De uitvoering is natuurlijk altijd anders, maar de planning is goed. Toch echt mooi. We hebben het droog gehaald, dus dat is natuurlijk wel heel fijn. Echt een super mooi plekje hoor. Dit is echt wel goed donker aan het worden hoor. Ik ben alles al aan het dicht doen. De pret is voorbij. Het regent. Lekker hè? Goedemorgen. Daar ben ik weer. Het is weer een fijne, mooie ochtend. Het heeft gisteren lekker geregend. Het is allemaal nog nat. Maar de ochtend is weer mooi begonnen. Even naar buiten. Even kijken. Het is nog niet helemaal top, maar goed genoeg. Dus het is een prachtige ochtend. En dan, als het goed is, kreeg ik net een berichtje. Komt er versterking vandaag. Dus dat is wel helemaal top. Wie hebben we daar? Goedemorgen. Kon je het een beetje vinden? Moet je nog verder weg gaan liggen? Hard gekend. Nou, daar is ze hoor. Lekker hè? Hoi hoi. Hoi hoi. Dit is Patrice. En hoi. Die gaat vandaag mee hè? Ja, ik mag mee. Ja, we hebben een assistent. Cameravrouw. Ja. Nou, we gaan aan boord. We gaan even goed. Bakkie doen. Even zitten, zijn we aan toe. Ja toch? Hè? Handig persoon, die klimt gewoon naar boord. Lekker hè, alles is nog dat. Het leven op een boot. Ja, je valt gelijk in de prijzen, want we mogen zo meteen door de sluis. Ah, top. Hey, een beetje ervaring of... Even vanuit Zeeland, hè? Helemaal vanuit Zeeland hier naartoe gekomen. Dat is toch gaaf. Ja. Leuk man. Dan zet je gewoon een volle pot koffie en dan denk je wat ze dan zegt. Ik lust geen koffie. Wat daar, hè? Ja. Gewoon niet. Dus het theedrinkster. Ja, nou hebben we ook, maar ik moet nog wel zetten. Ja, dat lukt wel. Dat wordt later pas, jongens. We gaan eerst varen. Ik ga de camera overhandigen. Ik heb nou een assistent, dus... Ja, mooi. Haast u? Het is wel een beetje tricky, hè, want het is een balk. En die is glad. En alles is nat. En ik ook zo meteen. Hebben we wel gelijk content. Hoppatee. Nou, wel een mooi dagje uitgekozen, hoor. Nog eentje en dan zijn we los. Even het roertje. Hup, kapitein. Hup. Wat heb je, als je een goed relais ertussen hebt zitten, dankzij Erik, dan doet je boegschroef het weer, hè? Dat is wel lekker. Je moet een beetje creatief zijn, maar dan komt het wel goed. Heerlijk zeg, heerlijk dit weertje. Maar kijk, gewoon echt als een spiegeltje nog. Ja. Dat is heerlijk als je de sluis in wil. De bron voor Vianensluis. Hoe hoog is de doorvaarhoogte van de brug? 5,5 meter. Oh, dat gaat er goed komen. Hoor even, dat motorgeluid. Galm de galm. Toplichtje, blijf erop. Lekker. Nou. Action. Oh, dat zie je wel, hij is los. Oh. Oeh. Geen idee wat het verval is, maar vorig jaar was het niet zoveel, dus hoop dat het nou ook zo is. Ho ho. Wat lach ik al? Dat wou ze gewoon zien, hè. Ze wou me gewoon in actie zien. Dat zou ik gewoon open kunnen zetten.
Dat is echt bizar snel. Ja, zie je het? De lampjes gaan al aan. Dus dat gaat helemaal goed komen. Groen licht. Dat gaat goed, hè? Het is soepel. Dit gaat ook wel eens anders. De bron voor Vianensluis. Bedankt voor de goede service en tot de volgende keer. Hoor, graag gedaan. Jullie goede reizen, tot de volgende. Nou, hier hebben we vorig jaar gelegen. Ja, zie je het daar. In dat stukje lagen we vorig jaar. Dat is een heel leuk plekje. Het is de potvis. Dag potvis. Ik ga varen hoor, anders dan zegt hij zo meteen, ik ga weer dicht. Zegt hij, ja, had je maar door moeten varen. Morgen. Zwaai er wel, hè. Eentje die het wel leuk vindt. Ik ga hem even een beetje draaien. Daar zie je echt niet hoor, dat er aan de andere kant zit. Denk ik. Het is wel een lange stok, maar zo lang ook weer niet. Hey, kijk, dan kun je gewoon draaien zo. Kijk of het lukt. Hier gaan we. Dan komen we meteen weer een bruggetje tegen. Nog een bruggetje. Het is een bruggenroute dit. Kaart open voor de gek, jongens. Ik heb al die bruggen afgeklikt. Maar dit is echt een hele lage brug die erachter zit. Maar daar zie ik dus helemaal niks van op de kaart staan. Dus... Er is maar weer naartoe varen. Kijken wat er wel en niet klopt, zeg maar. Ja, zo maak je wat mee op zo'n route, hè. Het is wel een leukere route als Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is even wat relaxter. Ja, is waar het ook, man. Ja, ja. Slagboompjes gaan dicht. Komen we zo lekker rustig hand dobberen. Als we mazzel hebben, kunnen we in één keer door. Als we pech hebben, dan moet hij vol eens achteruit. Ja hoor, daar gaat hij. Speciaal voor jou hoor. Echt een timing dit, hè. Timing. Dat is ook wel lekker. Er staat ook helemaal geen verkeer, hè. Het is gewoon echt zo'n... beetje dorpshiro. Ja, voor de mensen die vorig jaar hebben gekeken. Hier zat ik achter de casco aan. Dan moest ik nog een beetje doorplanken. Want daar ging, die ging er rap vandoor met zijn casco. Kijk, dit is top, hè. Juiste snelheid en dan is hij groen. Helemaal top. Helemaal rustig, hè? Helemaal niemand, zie je? Ah, er staat wel een auto, maar die staat niet voor ons stil. Mooi groen, hè? Het is echt top. Benden we weer. Ja, we liggen voor de spoorbrug. Die kan elk moment in beweging gaan. 5 over, zei hij. Het is 5 over. Het is al 6 over. Ja, het is ProRail. Oh jee. Ja, ProRail. Nou, daar gaan we alweer. Als het goed is, gaat hij zo wat doen. Een beetje erheen sturen alvast. Kijk, daar gaat hij. Ja, hij is groen hoor.
Zo, zwammer er nog. Hij ging weer naar rood, zag je dat? Hij ging eerst weer even terug naar rood. Zo van, hij zwammert nog te veel. Nou, hopelijk word ik niet geëlektrocuteerd om een camerastok. Er zit een zwaar gewoon. Hoppa. Oh, weer een viswedstrijd. En dan hebben we gelijk de volgende brug. Hij gaat al gelijk open. Dit is de, hoe heet die brug eigenlijk? Oh ja, de Schotrijkstraatweg. Dus brug. Ja, moet ik maar weten. Hele mond vol. Het is weer eens even, dit stukje heb ik nog niet gehad, dus dat is wel leuk. Ja. Het is dan toch weer nieuw. Even wachten nog. Pizza! Yes. Gas erop. Dat zeg ik ook niet altijd, hè? Zit me voor mij zeg bij elke brug. Ja, mevrouw. Koos u deze route? Moet je toch even wachten. Sorry. Ik wou die andere route nemen, maar ik mocht niet. Dus. Ligt niet aan mij. Uh-oh, tegenligger! Kom even driften door die bocht heen zo. Gezellig. Hoppakee. Nou, nieuw stukje route. Nog niet eerder gehad. Dus dat is dan wel weer leuk. Eigenlijk hebben we alles op de route al een keer gehad. Behalve dit stukje. Moet je kijken hier, bij die tuintjes. Ja, even binnenkijken. Ja, even bekijken. Graag bij de mensen thuis. Komen graag even door de achtertuin. Hele leuke route. Goedemorgen. Hoi. Welkom, dierenlot. Oh, dat is een leuk openingetje. Dat wordt mikken. Wat spannend. Hey, hoe breed is dat eigenlijk? Staat er niet bij, hè? Ga op de kaart kijken, jongens. Spannend! Ah, dat gaat passen, joh. Dat gaat passen. Denk ik. Denk ik. Arkelse Damsluis. Ja, maar wacht even, hoor. Het is een beetje zo van, dat ding wil alle kanten op. .nl. We hebben nog een tegenligger ook. Ah, dat ging goed. Dat ging goed. Dat is een huurboot. Zullen we het gokken? 5 meter met antenne. Jongens, content. Als je het hoort kraken, dan was het mijn antenne. Ik zeg niks, anders heb ik het gedaan. Ja, het heeft heel zichtjes. Heel voorzichtig proberen. Heel voorzichtig. Ja. Mijn vader zei recht houden en gassen. Ja. Ik zou zeggen, het moet lukken. Het moet lukken. Ja, joh. Jezus. Hij heeft hem weer geflikt hoor. Het is geluk. Nou. Was toch even een spannend momentje hoor, ja, voor mij. We gaan nu dit net door die bocht heen. Daar heb je dus van die 24 uur plekken waar je mag liggen. Dus het is wel een heel leuk stukje dit. Het is echt helemaal ingesloten in de natuur. Ziet er wel heel gaaf uit. Ja, het was even anders dan gepland. Ik vond het best wel een beetje spannend dat het allemaal wat krapper was. Maar het is allemaal gelukt. Het is allemaal gelukt.
Tegenliggend. Ja, maar dat hebben we wel, denk ik. Dat was Huub. Staat erop. Deze is dicht, hè? Maar het hangt er een beetje om. Dus ik heb de boel laten zakken. Dan gaan we heel rustig erheen varen. En dan hopen dat we geen gekraak horen. Dat zou namelijk niet best zijn. Kritisch, jongens, kritisch. Dus we gaan het even heel voorzichtig proberen. Ja. Ja, zo'n wit dingetje maar. Nou ja, het is goed gekomen. Denk ik. Oh. Stroming! Stroomt die goed, zeg maar. Ik ga gewoon gas geven, dus je beter stuurbaar. Maar dit is alleen maar trapgaten. Ja, als het werkt, dan werkt het. Huh? Als het werkt, dan werkt het. Ja. Daar sta je dan. Zijn we bijna in Sleewijk. Nou, het is weer gelukt. Het is alweer klaar, hoor. Weer geen bloopers deze keer. Eventjes goed kijken zo meteen op het water of er nog wat aankomt. We gaan het even zien. Niels staat zo meteen al voor ons klaar. Het is een zondag, hè? Wat een werker, hè? Wat een harde werker is dat. Even naar de overkant. Ik wou een schutting. Kom maar. Richting 4, denk ik. Daar kun je schutting halen. Niels die staat daar in de verte. Op die steiger. Daar. Heel ver weg. Geen idee of je het kan zien, maar... Warm welkom in Sleewijk. Warm welkom in Sleewijk, jongens. Dat willen we horen. Zie je die meneer lopen daar op die verlijn? Ja, ja. Daar ga je tussendoor. En dan mag je hem zo meteen neerleggen naast de Quo Vadis. De hoeveel? De Quo Vadis. Quo Vadis. Nou, we gaan ons best doen. Dus. Ze zeggen ga even achteruit. Moeten we naar een of andere kwalenbeer op zoek? Ik heb geen idee waar.
Koalabeer. Ik heb er echt niet veel over hoor. Ik heb hem niet gespot hoor. Ze zijn echt wel grappies. Ja joh. Waar die koalabeer nou is, ik heb geen idee. Ja, ik zie hem nog steeds. Ja, ik kan het niet vinden. En ik kan me voorstellen dat het verder achterin ligt, omdat je anders al die boten blokkeert. Dus het moet wel meer naar achteren. Hey. Hey! Ja! Daar hebben we Niels! Dit is om het laten zien dat ik het kan. Een hele eind achteruit! Beter hè? Nou, daar zijn we! Ja, van Sleewijk. Van de Sleewijk, dankjewel Niels. Zo, ik heb nou examen gedaan bij Niels. Ben geslaagd. Ik heb geen boten geramd. Alles is heel gebleven. We hebben niet eens een vendertje al getikt. Dus geef het de kans voor ons. Ja, we komen even kijken of we hem willen kopen. Nou, dat dacht ik. Nou, Niels is al, die zit al klaar met de formulieren. Dus, kunnen we een bod doen? Kunnen we een bod doen? Zijn er nog meer, zijn er nog meer bieders? Nou, ik ben nu wel is een van de eerste natuurlijk. Nou, hij is leuk. Ga ik alvast naar Niels, dan maken we het gelijk even in orde. Zo gaat het weer. Het zit erop. Ga naar huis. Ja, en je kreeg een luxe voorziening, want je hebt gewoon opgehaald. Ja. Dat is goed geregeld. Onverwacht. De moeders. Met mama. Ja. Die was er ook bij. En buurman Henk. Ja. Goeie buurman. Toch kijk. Doei. Doei. Daarop hè. Ja. Hey, doei. Koffie. Ja, dat. Belangrijkste. We kennen hem nog wel, Niels. Vaker gezien. Goedemiddag. Ik heb je weten te vinden. Ja. Hoe is het? Ja, lekker. Hoe is het bij jou? Goed. Mooi. Druk. Je kwam even een kijkje nemen. Zeker. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Je ruit is mooi zo. Wel hè? Die ruit is echt heel gaaf. Echt heel groot, heel breed. Normaal. Geen stijlen ertussen? Geen stijlen erin. Die zaten er vroeger wel. Ja. Dan had je hier een stijl. En dan had je zeg maar net achter de tv een stijl met een schuifraam. Vrij traditioneel zou dat zijn. Maar. Ja. Maar dit is expres zo gedaan. Want ja, je wil eigenlijk geen schuifraam als je dubbel glas neemt. Nee, je gaat isoleren hè? Ja. Je hebt natuurlijk even een rondje mogen doen. Ik heb het privilege gehad om een mooi rondje te mogen doen. Ja. Zie je jezelf hier al op varen? Zelf? Ja. Tuurlijk. Wonen. Wonen. Nou, dat is wat anders dan varen, Ruud. Nee. Ja. Verkopen gaan we ook zeker lukken. Oké. Gaat ook zeker lukken. Nee, helemaal goed. Je hebt nog wat te doen. Ja. Nou, dan gaan we het zo meteen in orde maken. En dan gaan we de papieren tekenen. Ja. Leuk. Je hebt foto's gemaakt. Ja. Voor het wat? Ja. Hartstikke leuk. En een bedje opmaken, dat ken die ook wel. Ja, een beetje voor, achter, netje, keurig netje opgemaakt. Ja, dat ken die wel. Hotelwereld gaat hij volgende keer doen. Dus hij kan online? Hij gaat online. Kijk, beters. We gaan de foto's bewerken, bijsnijden en dan... erop knallen. Vanmiddag online. Kijk eens aan. Ik ben benieuwd. Ja. Dus ik ga vast gebak halen. Groot gelijk. Heb je het eerste deel gemist? Dan zie je in het tweede deel dat hij dus officieel te koop ligt. Ken jij iemand? Of heb je zelf interesse? Meld je aan of kom gewoon lekker langs. En dan wil ik jullie voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag terug. Bij de volgende.